Welkom bij Tijd voor Kunst. Vandaag gaan we het hebben over de gevel van de BNB Paribas de Fortis de Gent. Niet de BNB de Fortis, maar de BNB Paribas Fortis de Gent aan de Kouter. De Gent dus. Ja, daar is zogezegd vandalisme geweest. Maar dat is geen waar. Er is namelijk gewoon een tekening aangebracht door een lokale anonieme kunstenaar in feite. En daar is duidelijk een woord aangebracht, greed. Hiermee heeft hij duidelijk een statement willen maken betreffende zijn huidige financiële toestand. En in deze huidige coronacrisis natuurlijk. Hè. En je ziet dat hij ons achterlaat met enkele prangende vragen van hoe is het nu feitelijk met hem gesteld? En hoe heeft hij dat zo groot kunnen tekenen ook waarschijnlijk? Dat moet een hele grote minks geweest zijn, want je ziet dat ze hier op de ladder moesten staan voor dat te kunnen afkaasen. Ja, dus het is ook al weggedaan door de mensen van de BNP Paribas zelf, denk ik. Want zij voelden zich natuurlijk aangevallen partij. Logischerwijs, je moet al een keer wat kritiek kunnen verdragen van de kunstenaars vandaag de dag natuurlijk. Maar kijk, ik ga wel niet langer ophalen. Ik ga wel bedanken en nog een fijne dag wensen. En tot de volgende keer meer tijd voor kunst maken. We gaan nog veel tijd voor kunst maken, feitelijk. Salut!